Hey Weegschaal, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand april. Zoals jullie weten ga ik geen specifieke vraag stellen, ga ik kijken in uw algemene energie. We gaan er dieper op ingaan met de tarotkaarten en we gaan afsluiten met een orakelkaartje. Oei, begin al. We gaan een keer kijken. Voor de Weegschaal. Verdriet en verlies voor de Weegschaal. Oké, sommigen onder jullie hebben hier een verdriet en een verlies meegemaakt. Het kan zijn dat je in een derde partij hebt gezeten. Dat kan gepaard gaan met bedrog, liegen, bedriegen. Vandaar dat dit een verlies is, waardoor dat je op dit moment nog die verdriet hebt. Het kan zijn dat er een andere persoon bij betrokken was, maar we gaan er dieper op ingaan. En we gaan kijken wat er nog meer mag uitkomen. Je komt in je eigen reading. Het kan zijn dat je te maken hebt met een tweeling. Hoeft natuurlijk niet, of met een andere weegschaal. Maar er is hier iets wat dat voorbereidt. Er wordt hier iets voorbereid. Amai. Er wordt hier iets voorbereid. Er is hier een hele lange weg afgelegd. En er wordt hier iets voorbereid om het geluk binnen te halen. Maar er is eerst iets wat dat in balans moet komen. Er komt hier karmische gerechtigheid. Er is iets van waarheid die naar boven gaat komen. Dat zijn bijna dezelfde kaarten van de tweeling. Dat gaat hier eigenlijk over een connectie. Dat kan een lange, vaste, stabiele relatie zijn waar je in hebt gezeten. Of je hebt te maken met een persoon die in een lange, vaste, stabiele relatie heeft gezeten. Want ik voel hier wel scheiding, documenten, notarissen, bemiddeling, bemiddelaar. Er gaat hier iets bemiddeld worden. Er is iets wat dan naar boven gaat komen. De waarheid gaat naar boven komen. Er komt karmische gerechtigheid. Er gaat hier iets in balans komen. Maar dat heeft te maken met geld. Dus ik heb het gevoel dat er eerst iets van geld gaat moeten vrijkomen om dan uiteindelijk uw geluk binnen te halen. Maar ook heb ik het gevoel dat er iemand in de wachtmodus staat. Iemand is eigenlijk aan het wachten. Het kan zijn, Weegschaal, dat jij aan het wachten bent op het geld die zou moeten vrijkomen. Want ik voel wel rechtszaken, documenten, papieren, een bemiddelaar. En dan ga je over iets vast, stabiel. Maar we gaan clarify en we gaan kijken wat er nog meer mag uitkomen.
Oké, weegschaal. Ik zie wel een nieuwe liefde. Sowieso, er komt een nieuwe liefde. Niet opgeven, het gaat opnieuw op je pad komen. Maar ik heb wel het gevoel, sommigen onder jullie hebben hier een levensles geleerd. En de cyclus is rond. Of de cyclus is bijna rond. Dat kan natuurlijk met een leeuw, boogschutter, ramenergie zijn. Maar het kan ook een waterman zijn. Of een stier of een schorpioen, heb ik heel sterk het gevoel. Het is wel iemand waar je... zeer sensueel, zeer seksueel, aantrekkingskracht. Iemand die er heel, heel goed uitziet, maar het is een afronding. De cyclus is bijna rond en daar gaat die verdriet en verlies over. Vandaar deze rechtszaak, iets met documenten, iets met geld, dat eigenlijk nog moet rechtgezet worden. Er is karmische gerechtigheid die gaat komen, maar ik zie hier wel, ik voel hier wel healing. Dus er wordt eigenlijk gevraagd om dat stukje nog te healen, maar het is het einde van een situatie eigenlijk. Het is een heel lange cyclus en daar is er nu een einde aangekomen waarvan je gaat moeten healen, innerlijk in balans gaat moeten komen, want ik voel hier wel balans. En dan brengt natuurlijk dat verlies en dat verdriet. Het was een zeer lange connectie. Lange, vaste, stabiele connectie. Maar daar heb je heel veel kunnen uit leren. Het is een levensles die er werd geleerd. Of het is een levensles die je nog aan het leren bent. En de cyclus is eigenlijk rond. Dus dat wil zeggen dat je naar een hoger niveau gaat getild worden. Waardoor dat je veranderingen en vernieuwingen gaat plaatsvinden. Het kan zijn dat sommigen onder jullie te maken hebben gehad met iemand vanuit het buitenland. Maar er komen hier nieuwe cyclussen binnen. Nieuwe cyclussen, nieuwe fases. Waardoor dat er hier uiteindelijk een nieuwe liefde gaat binnenkomen. Maar hij gaat eerst heel dat stuk moeten healen, moeten verwerken. Welke hoop dat je hebt, of welke wensen dat je hebt, dit kan wel uitkomen. Op dit moment staat je wel op het juiste pad, maar hij gaat innerlijk in balans moeten komen. Je gaat het nog moeten verwerken, healen. Ja, een nieuwe... Amai, weegschaal. Heb jij een oogstje op iemand? Ik heb het gevoel dat je een oogstje hebt op iemand. Ja, er komt wel een soulmate op je pad. Of deze persoon is al op je pad. Eerst dat stukje nog healen, verwerken, afsluiten. En dan zie ik eigenlijk hier karmische gerechtigheid in balans komen. Een soulmate die op je pad komt. Dat is eigenlijk een boodschapje van een cadeautje van het universum eigenlijk. Iemand vanuit je verleden die opnieuw gaat terugkomen. Het kan zijn, voor anderen onder jullie, ga die iemand leren kennen. En deze persoon heeft wel kinderen. Er zijn kinderen mee gemoeid eigenlijk. Maar... ofwel heb jij een oogstje op een bepaalde iemand, of die andere persoon heeft een oogstje op u. Er ligt hier sowieso een nieuwe liefde, iemand vanuit uw verleden, vanuit een vorig leven. Ofwel is het iemand die je volledig nieuw leert kennen, die wel kinderen heeft. En dat gaat wel in balans gebracht worden. Want er ligt hier wel heel veel nieuwsgierigheid, onderzoeken. Wie zeide jij, wat doe jij, of jij doet dat. Dat jij je afvraagt van wie is die persoon, wat doet die persoon. En dat ze zo een oogstje in het zeil houden. Maar je hebt ook een oogstje op iemand. Dat je echt verliefd bent op iemand. Dat heb ik wel heel sterk het gevoel. Maar er komt hier wel een volledig nieuwe liefde binnen. Soulmate-energie. Waar je die aantrekkingskracht bij gaat voelen. Dat is iemand nieuw, hè. Dat is niet die persoon. Want dit is een afsluiting. Het is een afronding. En dat maakt het juist verdrietig en het is een verlies. Maar er moet nog iets rechtgezet worden met geld, documenten. Dus wordt er gevraagd om in balans te komen en echt wel die verwerking in gang te zetten. Die healingsproces in gang te zetten. Want uiteindelijk zie ik hier wel een volledig nieuwe liefde. Kan binnen een schorpioen zijn, hoeft natuurlijk niet.
Maar ik heb ook wel het gevoel, probeer niet te veel naar het verleden te kijken. Probeer geen wortels te schieten, want anders gaat het dat opnieuw manifesteren. Dus probeer het eigenlijk volledig af te sluiten. Want je gaat naar een hoger niveau getild worden. Nieuwe kansen, nieuwe cyclussen, nieuwe fases. Een levensles geleerd. Een afronding. Het kan zijn dat deze persoon al in je fysieke realiteit is, waardoor dat er eerst in de wachtmodus staat, waardoor dat dit eerst volledig moet afgesloten worden. Dat je op dit moment je geluk nog niet kunt binnenhalen, omdat je nog iets moet verwerken eigenlijk. Het kan zijn dat je te maken hebt met een tweeling, want er is hier iemand die heel erg in het hoofd zit. Enorm in het hoofd zit. Negatief denken, malle molen, overuren maken. Maar ik voel wel zeer snelle communicatie binnenkomen. Er is hier wel een liefde, een persoon waar je die zeer sterke spirituele, sensuele aantrekkingskracht gaat hebben. Kan een tweeling zijn, hoeft natuurlijk niet. Ik vind dat wel een beetje aansluit op de tweeling-reading. Mocht het te maken hebben met een tweeling, dan zou ik wel een keer gaan kijken eigenlijk. Maar er gaat hier wel een keus gemaakt worden. Er worden hier dingen voorbereid. Maar er zijn wel nog wat negatieve gedachten. Het gevoel hebben van, gaat het wel gaan? Gaat dit wel lukken? Gaat dat wel voor mij zijn? Ik voel een krachtige band. Ik voel een spirituele band. Ik voel die sensuele band. Die magnetische band die je naar elkaar kunt toevoelen. Maar uiteindelijk komt er hier wel liefde binnen. Er komt liefde binnen. Er is iemand die de liefde wilt uiten. Dus ik zie een volledig nieuwe liefde binnenkomen. Waar je die aantrekkingskracht bij gaat hebben. Ja, dat zijn boodschappen die hier heel snel eruit komen. Probeer gewoon niet te veel in je hoofd te zitten. Of het kan zijn dat de andere persoon... Ik ga het anders uitleggen. Die een band voelt zodanig krachtig, magnetisch, aantrekkingskracht, spiritueel, alles... Gelijk dat je naar elkaar toegezogen wordt, dat ga je voelen met die ene persoon. En dat creëert weer van kopzorgen. Kan dat wel? Is dat wel waar? Zo. En daardoor sta je in de wachtmodus. Blijft eigenlijk een beetje staan. Maar dat kan natuurlijk ook de andere persoon zijn. Dat de andere persoon het gevoel heeft van, is dat nu niet te mooi om waar te zijn? En daardoor creëert je dan negatieve gedachten, overuren maken, te veel in het hoofd zitten... En dat, dat geeft u van vast te komen zitten. Niet verder komen. Niet verder geraken met die ene persoon. Kijk, dat is dezelfde kaart die eruit valt. Dus ook wel een keuze maken tussen twee personen. Dat gaat dit en dit hier zijn. Heel sterk tweeling-energie. De band is wel sterk tussen jullie. De persoon die op je pad gaat komen of die nu heel recent in je fysieke realiteit is. Het gaat hier wel over een zeer diepe soulmate-connectie. Dat is iemand vanuit je vorig leven die opnieuw in je leven komt. Maar er gaat een keus gemaakt worden vanuit het hart, niet vanuit het hoofd, vanuit het gevoel. Dat is echt mutual, dat is geven en nemen dat in balans is. Ja, daar gaat er heel snel over gecommuniceerd worden. Maar er is wel nog een stukje healing. Het kan zijn dat je een keer een klein rijtje gaat doen of een weekendje ergens weg gaat gaan om tot je bezinningen te komen in verband met die persoon waar dat er uiteindelijk wel een afronding is gebeurd of aan het gebeuren is. Maar uiteindelijk zie ik de toekomst wel heel, heel goed. Er gaat daar heel snel over gecommuniceerd worden. Het kan zijn, mocht het nog niet te maken hebben met die persoon, dat die persoon vliegensvlug, out of the blue, zomaar uit het niets ineens op je pad duikt. Ik heb 3 keer tweeling in uw reading. Maar ook schorpioen heb ik hier heel sterk, maar kunnen ook te maken hebben met een waterman. Of je hebt dat in je ascendant of maanteken. Er ligt hier wel iemand waar je een heel sterke band mee gaat hebben. Maar eerst heb ik het gevoel dat je dit gaat moeten afsluiten. Je hebt al een oogstje op iemand. Je hebt iemand in je vizier. Maar het kan ook omgekeerd zijn dat de andere persoon u al in zijn haar vizier heeft. Iemand heeft een oogstje op iemand. Er is liefde.
een zeer diepe aantrekkingskracht. We gaan even kijken wat er hier mag uitkomen. Leef mee met anderen. Bekijk de situatie vanuit een ander perspectief. Ja. Zeker met de acht van zwaarden. Mallenmolen, in het hoofd zitten, negatief denken. Het is niet voor mij, dat klopt niet. Het is te mooi om waar te zijn. Dus ja, er ligt hier wel een zeer sterke, diepe aantrekkingskracht met een bepaalde persoon. Allee, je moet dat een keer zien. Hoe dan die twee elkaar vastnemen. Dat is innig, hè? Dat is aantrekkingskracht, dat is magnetisch, dat is naar elkaar toegezogen worden. Maar je gaat eerst hier een levensles volledig tot een eind moeten brengen. Allee, moeten. Het is een afronding. Het gaat afgesloten worden. Maar dan ga je wel met jezelf eerst in balans moeten komen. Bepaalde situaties moeten rechtzetten, karmische gerechtigheid. Want er ligt hier wel een nieuwe liefde. Er ligt hier een volledige nieuwe liefde. De wereld is altijd de laatste kaart, dus alles is geleerd. Er is hier een levensles geleerd, dus er gaat iets nieuws beginnen. Iemand vanuit je vorig leven of vanuit je verleden. Iemand die kinderen heeft. Een zeer sterke, diepe soulmate connectie. Zo weegschaal. Ik hoop dat deze reading toch duidelijkheid heeft gebracht, dat je toch antwoorden hebt mogen vinden. Ik dank jullie hartelijk voor het liken en kijken van mijn video's. En ik zie jullie de volgende keer terug. Bye bye.